Prins Kees, ja. Je komt elkaar hier zo ding. Ja, het is een bijzonder jaar, of niet? Het is een donders bijzonder jaar voor de Veenekloeden. Want? 44 jaar. Oh. Bestaan we, ja. Dat is een ende. Dat is een... Dat is 4x11. Dat hadden degene die dat toen hadden opgericht, 44 jaar geleden niet gedacht. En zeker niet dat ieder prins overging. Nee, dat weet ik wel zeker. Wat gaat er gebeuren van jou? Er gaat een hoop gebeuren. We hebben natuurlijk weer een geweldig jubileumfeest, we hebben een receptie, maar we hebben ook dit jaar voor het eerst het dansmerikkenconcours. Oeh, en in Sassendonk bunt er een paar dansmerikkers. Daarom, en we nodigen al die lui uit. Al die, hey, mijn, al die Wiem. Al die Wiem, al die mijn, nodigen we heel zoals, graag uit. Opties was. Om naar het dansmerikkenconcours te komen op 10 februari. Nou, moet je adres nemen? Ja, stuur ze me door. Dus nou, stuur even een mailtje naar... info@veenekloeten.nl. En dat wordt geregeld, denk ik. Dan wordt het allemaal geregeld. Maar je bent dus nu de jubileumprins. Ja. En wat gaat er gebeuren? Wat ben je zelf van plan? Ik ben zelf van plan om een donderse carnaval van te maken. Met heel Kloetendonk. Dus we gaan er weer gewoon een gezellig feestje van maken. Zoals het altijd vroeger was. En dan lekker op maandagmiddag weer naar Zwolle. Ja, sowieso. Maar de prins en adjudant blijven thuis. En ook de Raad van Elf, want wij hebben nog het kindercarnaval in Deensvaart. Inclusief. Maar de jeugd is de toekomst, hè? De jeugd is de toekomst. Een verstandige keuze. Dus daar investeren we heel graag in. Dus het vorstendom giet naar Zwolle. Het vorstendom zal waarschijnlijk zich weer melden in Zwolle. En dat kan ik ze niet kwalijk nemen. Maar al die jongens en meiden die allemaal weer de polonaise lopen en met confetti aan het gooien zijn. Ja, daar moeten we wel in bij zijn. Dus aan hoe is de taak om het carnaval verder te zetten? Ja. Heb je zelf al gedachten van, nou, dat je doet met een playbackshow of je doet met karaoke of... Oh, dat soort dingen. Ja, maar dat hebben wij allemaal veel later in het seizoen. Wat we in ieder geval hebben is de raadsvergadering. En de raadsvergadering is een belangrijke vergadering. Want op het moment dat de sleutel wordt overhandigd op bordes, die krijgen we uit de handen van de burgemeester, dan zijn wij de baas. Oeh. Want tijdens de openbare raadsvergadering worden de hele belangrijke punten altijd besproken. Maar... Wordt Sassendonk TV dan nu nodig? Sassendonk is sowieso uitgenodigd. Sassendonk TV. En Sassendonk TV, man, jullie hebben een prominente plek. Herman, hoor je het? Wie bent erbij? Mm-hmm. Wie komt kijken? Kijk, goede zaak. Doe wat erin nem. Op dit wijze besluit. Het eerste besluit van de eerste burger van de Veenekloeten. Ik zou zeggen, alaaf. Oeh, alaaf. Hulde.